Klopt. Ja, ik hoor dat je op het knopje drukt hoor. Mark. Mark is ziek en die loopt met een t-shirt. Weet je, dat zijn echt mannen. En dan zegt hij, waarom staat de kachel zo laag? Maar ik doe het omdat je mij zo ontzettend aantrekkelijk vindt klinken nu. Ja? Oh my god. Nee? Nee? Oké, maar alles ertussendoor klinkt heel, heel sexy. Nee, niet als je het al 2 weken hebt, sorry. Oh, dat is dan wat minder. Oké. Hallo allemaal! Vorige week hadden we geen boodschappen. We hebben geen boodschappen, we hebben niks gegeten de hele week. En nee, dat ging... Daarom ben ik ook ziek. Daarom ben ik ook ziek, want ik heb Edwin, sorry. Mijn broer heet Edwin. Really? ik heb Mark niet gevoederd. Edwin komt zo de kinderen halen, dus vandaar dat ik dat in mijn hoofd heb. Dag Edwin. Nee, vorige week zijn we een weekendje weggegaan en toen wilden wij die zondag dat we terugkwamen even snel boodschappen doen. Ik was in de Albert Heijn, ik was gewoon goed bezig en toen ging het alarm af. En het alarm ging af en het hele winkelcentrum moest uit alle winkels en nou, de chaos. Dus toen heb ik maar een beetje raar boodschappen gedaan tussendoor en ik was niet helemaal blij. Maar goed, deze week eten we ook heel raar. Vandaag zijn Mark en ik samen, dus dan zullen we waarschijnlijk een Turks pizza of iets dergelijks of zo. Ja? Ja? Is het een goed idee? Ja? Nou, weet ik nog niet. Weet je wat? Nou? Als jij bij mij gaat battlefronten... Nee, ik wil niet battlefronten. Ga lekker in je eentje battlefronten. Mag jij kiezen of weten? Maar weet je, dit is het filmpje over de boodschappen en het intro duurt allemaal over... zo lang. Maar goed, luister. Morgen eten we bij mijn moeder. Vrijdag is Matteo jarig, dus dan gaan we uit eten. Dus we hebben niet heel veel dagen dat ik echt koop. Maar ik heb boodschap gedaan. Allereerst bagels. Ik vind sowieso dat bagels heel erg moeilijk verkrijgbaar zijn. Nu had de Jumbo ook bagels, die heb ik geprobeerd, maar die zijn echt... niet vreten. Dus ik heb dit gewoon voor, mocht ik ooit eens een bagel willen. Liefde en passiebrood. Ik ga zo direct eventjes lunch maken voor mijn mannen. Krentenbollen. 2 zakken sinaasappels. Ook goed, zie je hoe ik voor je zorg, omdat je niet lekker bent. Helemaal te cool. Helemaal te cool. Die waren in de aanbieding. Chips, die zijn niet voor mij. Chips is, deze heb ik wel voor jou gekocht, de Heartbreakers. Want... Je bent een heartbreaker. Je bent een heartbreaker. Cool. De popcorn is voor mij. En dit had ik eigenlijk ook een beetje voor mezelf gekocht. Ik weet niet. Weet ik vind dit, maar jij vindt dit ook lekker, toch? Nee. Oh. Crème fraîche, niet met wel een lekker. Purpose. 2 pakken drinken. Ook lekker. De Cela Vita was 2 voor de, weet ik veel. Ik weet niet. Die mag je houden. Dus dit wil je niet eten als ik dit opbak? Oké, vooruit. Okay. Eentje doe ik waarschijnlijk in de vriezer en de andere bak ik op. Mark had van die Maria kaakjes en die Fernando kaakjes. En ik vind het echt niet te eten. Want nee, die droge kaakjes. Dus ik heb met chocolade. Want dat is goed. Dat mag jij. Spersiebonen heb ik gekocht. Knoflooksaus, want ik had de Turkse pizza al in mijn hoofd. Kaas, ik weet het, ik zou het niet meer kopen, maar ik liep er weer langs en ik kon het niet weerstaan. De vieze cheddar kaas, en dit is de goedkoopste en die vind ik ook het lekkerst. De dure vind ik niet lekker, dus vandaar dat ik dit merk koop. De basmati rijst was op, zoals jullie in mijn voorraadkastfilmpje hebben kunnen zien. Dit was ook op, want we waren een weekendje weg en... Dat is zo lekker. Dat is dan pak lekker. Pak dat eens, pak dat eens. Dit is zo lekker. Ja, vind je dat zo lekker? Snelle Jelle. Ja? Hey, ik ben sterke jurk. Maar... Snelle Jelle is... Snelle Jelle is lekker. De... Hagelslag was op. De Purina was ook in de aanbieding. De mini pennen, de grote pennen vinden we niet lekker, maar de mini wel. Oh ja, wat is het verschil? Nou, anders heb je zo'n grote hap met pasta in je mond met de pennen. En hier is het gewoon wat meer. Gewoon meer saus erbij? Ja, nee. Oh. Tortilla wraps heb ik niet gekocht voor een speciaal doel, maar het is altijd handig om in huis te hebben, vind ik. Whiskas. En hier is ook katvoer. Whiskas. Katvoer. Ja. Vivid. Voor Mark. Niet voor de poes. Is niet voor de poes, is voor mijn poes. Toiletpapier. Normaal koop ik de Page als hij in aanbieding is, maar die was het nu niet. Dus dan koop ik altijd een beetje een standaard. Het is bijna op, dus ik denk dat volgende week dan wel weer in de aanbieding komt. Komt 1 keer in de maand of zo, komt dat in de aanbieding. Dus, aanbieding. Dus dat zal wel. 2 pakken melk, want we hadden nog, dus ik hoop dat we het daarmee redden. Eieren. Bacon. Oh, alles is goed met bacon. Daarom, ik dacht eieren met bacon morgen te eten. Salami. Gekookte worst. En kaas. En dat? Hé, ik hoorde een echo.
Dit is voor in de wc. Gaan we lekker ruiken? Nou, dat hoop ik. Ik ruik het mij meestal wij nooit. Wij ruiken altijd naar roosjes. Tuurlijk, ik dankzij stink die niet. Dingen. Ik stink niet. Tomaten, dit is voornamelijk voor in de voorraadkast. Ik had laatst een filmpje gemaakt van de inhoud van mijn voorraadkast die ik vrij leeg vond. En dan miste ik van alles, dus ik ben weer even aan het kopen. Dit is voor als ik lui ben, dan... Dit is voor als ik lui ben, dan heb ik zeg maar de verse pasta en dan de... Nou, dan zo'n sausje erbij. Ananas schijven, want ik ga zuurkool maken. En waarschijnlijk is het de laatste stampot van het seizoen. Ik hierna... help je wel met woorden die ja, je niet kent. We vullen elkaar goed aan, hè? Nou, nee, kwik, dus... kwik en? Kwak. Lizzie Hieltje en? Babette. Heel goed. Ik ben niet zo'n Donald Duck fan. Roomboter. Nou, kijk jongens, kijk naar ons gapende gat. Nee, kijk maar niet, dat is veel te smeren. Onze vaatwasser is nog steeds stuk. Ik heb steeds op de hand gewassen. Jullie zien het, hij is bijna leeg. We gaan vandaag zo direct een vaatwasser kopen. Yay. En vorige keer hadden we gevraagd, wat zouden jullie doen, de koelkast of de vaatwasser? En prioriteit is natuurlijk de... Vaatwasser. De koelkast. Oh. Maar de koelkast is stuk. Dus zeg maar, we kunnen een maand lang met de koelkast doen. Dan komt er zo'n blok ijs op dat vinnetje, zeg maar. En dan, nou ja, dan kan hij niet meer koelen. Dan kan hij niet meer koelen. Dus dan weer. Maar wat doen wij al een jaar bijna? Is we halen alles los. We halen dat ijs weg. Dat doen we met zo'n föhn. Het werkt hartstikke goed. Het werkt hartstikke goed. Het is 20 minuten weer. Werk. En dan doet hij het weer een maand. Dus op die manier, want de koelkast is 1000 euro. Op die manier lukt het toch weer. Precies. Dus vandaar dat we nu eerst de vaatwasser gaan kopen. Het is, dat is maaslogica. Ja. Nog meer kattenvoer. Cola voor Mark. We hadden nog cola, maar dit was in de aanbieding toevallig. Dus ik dacht, nou, dat koop ik. Vuilniszakken waren op. En de aardappels voor de zuurkool. En dat was het. Dat was het. Ik heb 75 euro uitgegeven. En... ik vind eigenlijk niet dat ik heel goed boodschap heb gedaan. Als je het zo bekijkt, denk je, nou... En een beetje. We hebben nog vlees. Ik heb geen vlees bijvoorbeeld gekocht. Nou, dat zit nog in de vriezer, dus daar kan ik dan wat mee. En ik heb wel nog zo'n een worst. Dus ik heb nog wat dingetjes. Maar goed, hè? Dat was het. En vanavond. Vanavond eten wij Turkse pizza. Yay! Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En... smile and feel pretty. Jump in each other's arms. Yeah. Niet vallen en dan dood zijn. Oké. Okay.